Olaf, het is bijna Halloween. Laten we een verkleedfeestje houden. Goed idee, ik doe mee. Hallo? Je bent uitgenodigd. Oh, yes. Ik heb een outfit nodig. Ik maak een kostuum. Hey! Nee, geef het terug. Oh, oké. Ik zal je helpen een look te maken. Thank you. Knip een opening in witte stof. Vouw een elastiekje en kant. Doe een riem om en voeg een paar kralen toe. Er is een grote kravat op de hals. Een vleermuis heeft de schoenen precies op tijd geleverd. Het Pennywise-kostuum is klaar. Het is oké. Een vieze en oude jurk staat nog beter. Hi. Olaf, wil je met me helpen met mijn look? Graag. Ga zitten, dan kan ik je haar krullen. Perfect. Yay! Nu clown make-up. Het is griezelig, huh? Maar... Hi. Ah, Pennywise zal onze zielen stelen. Ah. Jongens, maak je geen zorgen. Ik ben het maar, Anna. Ik heb een kostuum aan. Je liet ons schrikken. Ik ben erin getrapt. Ik heb wat suikerspinnen gekocht. Je mag er wat van hebben. Oh, Elsa, iemand roept je. Bedankt, Marshmallow. Hallo? Hé, zus. We hebben een feestje. Oh, ik moet me klaarmaken. Oh. Wat een mooie vampierlook. Oh, welke zou ik kiezen? Marshmallow, welke past beter bij mij? Zwart of rood? Oké, ik neem ze allebei. Maak een lijfje en mouwen van zwarte stof. Marshmallow, geef ons wat versieringen. Stukjes passen echt bij jou. Yes. Hoge laarzen passen perfect bij de look. Wow. Elsa, probeer het eens. Ik voel me net een echte vampier. Hi. Ik heb make-up nodig. En haar. Je hebt eerst make-up. Een vampier heeft hoektanden nodig. Nu het haar. Twee paardenstaarten, geweldig. De oorbellen zijn van het huis. Ik wil graag die met kronen. Ik voel de Halloween-vibes. Bye. Oh, het is zo somber in de kerker. Allemaal donker en beschimmeld. Maar vampieren vinden dat helemaal niet erg. Oh, spookvrienden. Het is tijd om te gaan. Anna, wacht op me. Hoe zie ik eruit? Maar ik heb geen spiegelbeeld. Ik ben echt in een vampier veranderd. De decoraties zien er zo mooi uit. Oh, het licht is te fel. Ik sta in brand. Tijd om terug te gaan. Helaas kan ik niet eerder naar het feest komen. Een vampier zijn kan moeilijk zijn. Neem een eierdoos. Knip het deksel eraf. Neem een paar kartonnen ringen. We kunnen er wielen van maken. Maak een frame van een lijfrol van een koffierooster. Een houten dak zorgt ervoor dat de inhoud niet nat wordt. Rode en gele vlekken komen op het dak en de wielen. Maak een slinger van vlaggetjes van een touw en decoratieve tape. Pas op, hier komen we! Doe vulling in de binnenkant. Het zal de pompoenen beschermen tegen verplettering. Anna heeft een grote oogst. Het past niet in mijn armen. Ik zal een manier moeten zoeken om ze te vervoeren. Ik moet veel groente afleveren. Oh, wow. Je hebt geluk, het is de laatste. Dat is precies wat ik nodig heb. Ik neem het. Het is tijd om de oogst in te pakken. Nu zullen de pompoenen op tijd bij haar klanten worden afgeleverd.
gebruik oud speelgoed om een periscoop te maken. Voeg een verrekijker en een scherm toe. En de telescoop is klaar. Laat de uitrusting er ouder uitzien. Een zombiehand bevroor op een wiel van een periscoop. En de spinnen bedekten het. Ik neem dit grote ding. Het staat al jaren gewoon in mijn kasteel. Ik kan Anna ermee in de gaten houden. Laten we eens kijken wat ze van plan zijn. Ik doe mee als het donker wordt. Anna is groente aan het verzamelen. Oh, het is een gewone werkdag. Oh nee, Olaf heeft mijn geheim gevonden. Wat is dat voor ding, een molentunnel? Huh? Ik werd bijna betrapt. Olaf is zo dom. Sjoe. Haal een kapje van een oude gloeilamp. Vorm pompoenstukken. Markeer de pompoen met pastelkrijt en teken een gezicht. Trick or treating ging goed. Hey, trick or treat! Jullie denken zeker dat ik iemand anders ben. Oh nee, we zijn op de juiste plaats. Waar is hij heen? Wauw, een pompoenzak met snoepjes. Ik zal het aan de kinderen geven. Ja, hij is teruggekomen. Yes. Yay. Natuurlijk, gelukkig Halloween. Maak een papieren boot. Het is klaar. Hij is kleiner geworden. Laten we hem de boot Anna noemen. Alles is klaar om te varen. Ik wil spelen. En ik wil streken uithalen. Wat moeten we doen? Hi. Kijk eens wat ik heb. Wauw, geweldig. Het kwam zwemmen. Laat mij eens proberen. Wauw. Oh nee, wat heb je gedaan? Oh, ik zal een mooie bloemenkroon maken. Oh. Olaf, help! Heb je hier een papieren bootje gezien? Misschien wel. Maar hoe weet ik dat het jouw boot is? Van wie anders kan het zijn? Bewijs het. Mijn naam staat erop. Oh, oké. Verlies hem niet meer. Neem stukken karton. We maken een papieren doodskist. Een skelet begon te dansen op een deksel. Wacht, we moeten je omtrekken met hete lijm. Nu heeft het silhouet wat volume. Mooi. Het ziet er indrukwekkend uit. Laten we de binnenkant van de kist versieren en een roze lint aan de zijkant aanbrengen. Het deksel wordt bevestigd met de lussen en vastgemaakt met een slotje. Wauw, ons skelet heeft strikken en wimpers. Hoe schattig. Wat een coole doodskist. Ik vind het geweldig. Ik kan me verstoppen voor het licht. Geesten, rij alsof ik in een luxe auto zit. Alle gasten waarderen haar komst. Wauw, bravo! Elsa maakte indruk op iedereen. Ja, laten we een foto nemen. Het is geweldig geworden. Woehoe! Een pomp van rietjes maakte veel ballonnen van klei. Maak ze vast aan de draden en doe er staartjes aan. We hebben een heel boeket gemaakt. Ze zijn te schoon. Dat is beter, dankzij de droge pastels. Oh, ik ben te laat voor het feest. Ik zal alles missen. Oh nee, ik moet de ballonlevering bellen. Bedankt, het is precies op tijd. Hé, hoe zit het met het geld? Maar Anna vloog al weg. Anna, heb je een lift nodig? Nee, dank je. Met ballonnen ben ik er sneller. Wauw, ongelofelijk. Oh, bedankt Elsa. Oeh, mag ik eens beter kijken?
Neem kralen. Deze zijn speciale gebakjes uit nachtmerriefabrieken. Help jezelf, dit zijn speciale lollies. Mm-hmm. Mm, lekker. En kijk eens hoe versierd ze zijn. Hey! Iedereen vond het geweldig. Iedereen zal zich dit feest nog lang herinneren.